Wat moet er gebeuren met iemand die een van de zuilen van de islam ontkent? Hij moet worden gedood omdat hij ongelovig is. Dit is een passage die we tegenkwamen in onderwijsmateriaal dat gebruikt wordt op salafistische moskeescholen. En toen we verder lazen, vonden we nog veel meer voorbeelden van teksten waarin kinderen geleerd wordt zich af te zetten tegen de Nederlandse samenleving en tegen de principes van vrijheid en gelijkheid die hier gelden. Dan mishandel je zo'n kind. Echt mishandelen zo'n kind als je dit doseert. En dat echt haak staan op alle basisprincipes van de Nederlandse rechtsstaat. We beginnen bij het begin. Duizenden kinderen in Nederland volgen islamitisch onderwijs buiten het reguliere onderwijs om. Dat gebeurt dan 's avonds, na school of in het weekend en vindt plaats op moskeeën of in buurthuizen. Maar wat leren die kinderen daar? De veiligheidsdiensten waarschuwen in verschillende rapporten omdat een orthodoxe stroming binnen de islam, afkomstig uit Saoedi-Arabië, het salafisme, steeds dominanter wordt binnen dat islamonderwijs. Wat voor een invloed die stroming nou precies op dat onderwijs heeft, dat weten we eigenlijk niet. De onderwijsinspectie heeft er geen zicht op, omdat het om privéscholen gaat. Daarom deden wij onderzoek, de afgelopen maanden, naar wat er precies op die scholen gebeurt. Mijn collega Milena beluisterde samen met Andreas Kouwenhoven van NRC zo'n 70 uur aan audio- en videoopnames van lessen die die organisaties zelf online zetten. Ook vroegen ze die organisaties naar hun lesmateriaal en verzamelden ze een hele stapel lesboeken. Het eerste dat opvalt is dat een deel van het lesmateriaal afkomstig is uit Saoedi-Arabië, dat het salafisme wereldwijd financiert. Het zijn mooi uitgegeven kinderboekjes met aantrekkelijke plaatjes. En veel van de salafistische docenten die onderwijzen in Nederland blijken opgeleid in de Saoedische stad Medina of Riyad en staan in nauw contact met geleerden uit Saoedi-Arabië. Deze Saoedi-imams vormen in Nederland een uitgebreid netwerk en geven lessen en lezingen in 13 Nederlandse moskeeën. We bestuderen het salafistische lesmateriaal op verschillende scholen voor verschillende leeftijdsgroepen. En dan wordt duidelijk dat kinderen gedurende hun hele schooltijd leren om alles wat afwijkt van de salafistische leer als fout te zien. Al op 8-jarige leeftijd krijgen ze daartoe begrippen ingeprent waarmee ze allerlei soorten foute zaken en mensen kunnen identificeren. Kinderen leren ook over de groep schijnheiligen en hoe je die kan herkennen. Schijnheiligen lijken bondgenoten van de islam terwijl ze eigenlijk vijanden zijn, zo staat er. Schijnheiligen kunnen bijvoorbeeld moslims zijn die hun gebed niet stipt op tijd verrichten. Kinderen krijgen de invuloefening. Schijnheiligen zijn een gevaar voor de maatschappij. We vinden nog veel meer voorbeelden in dat lesmateriaal en in al die opnames. Het gaat in totaal om ongeveer 50 onderwijsinstellingen die allemaal salafistisch zijn of door die stroming worden beïnvloed. Meer dan 1000 kinderen volgen daar lessen. En die kinderen leren niet alleen wat ze van schijnheilige moslims moeten vinden. Nee, ze leren zich ook echt afkeren van de Nederlandse samenleving. Ze moeten zich aan allerlei strenge normen houden. Blijf weg van alles wat verboden is, zelfs al kost het je je studie of je baan. En dan zie je ze vakken vullen. Dan kom je dichterbij. Dan zie je dat het bier is. Dan zie je dat het varkensvlees is wat ze aan het vullen zijn. Het helpen in het verdorvenen is verboden. Vervloekt is deze persoon. Nederland is een verkeerd land. Alleen een land waar de wetten van Allah gelden is juist, zo leren jongeren. Verschillende islamdocenten verheerlijken een systeem waar de goddelijke lijf- en doodstraffen in de praktijk worden uitgevoerd. De straf voorzien was wat? Zweepslagen of stenigen. Als hij in de murtad zou zijn, dan is de doodstraf wordt toegepast. Wij als moslims, de assen, is beste broeders, dat wij om te zorgen dat we hier stappen maken om weg te komen. We horen op onderwijscentra door het hele land docenten jongeren oproepen om te emigreren naar een islamitisch land. Dit heet de hijra. De hijra is het verhuizen van het land van shirk naar het land van islam. En de hijra van moslims is verplicht. We leggen de voorbeelden voor aan pedagoog Misha de Winter. Je begint tegen jonge kinderen te zeggen dat hier allemaal mensen wonen die eigenlijk je vijand zijn. En dat zet zich door naar jongeren die 15, 16 zijn, bij wie de boodschap full blown is van dit is een hele slechte samenleving, ga maar weg. Dus dat is echt een continue lijn. En ik denk dat er ook over nagedacht is. Daar worden ze soms ook door geprezen. Ze hebben een hele stevige pedagogiek ook.
Maar ook binnen de islamitische wereld wordt geschokt gereageerd op ons onderzoek. Hoe dit uitgelegd is, wil je niet samenleven met andere gelovigen. Dan mishandel je zo'n kind. Echt, mishandel je zo'n kind als je dit doseert. Als je alle voorbeelden zo op een rij ziet, dan vraag je je misschien af waarom hier niet wordt ingegrepen. Nou, dat komt omdat dat volgens het strafrecht heel ingewikkeld is, vertelt strafrechtdeskundige Marloes van Noorloos. Uitingen die we voorbij hebben zien komen, die zijn verwerpelijk, maar voor de strafwet mag dit. Kijk, niet alle uitingen die onwenselijk zijn, zijn strafbaar in Nederland. Hè. Het strafrecht is een vrij zwaar middel. We hebben vrijheid van meningsuiting. En daarom zijn alleen de meest extreme uitingen strafbaar. Maar dat betekent ook dat het feit dat een uiting niet strafbaar is, absoluut geen excuus is om er niets mee te doen. Het betekent alleen dat het geen strafrechtelijke discussie is, maar meer een maatschappelijke, politieke discussie wat we hiermee moeten. Natuurlijk hebben we alle betrokken instellingen ook om een reactie gevraagd, om wederhoor. Drie van hen reageerden, maar wilden niet geïnterviewd worden op beeld. Wel geven ze in het algemeen aan dat je deze voorbeelden in context moet zien en dat er ook een minder extreme versie van het salafisme bestaat. Van geweld, IS en aanzetten tot haat nemen ze allemaal afstand. Nou, een precieze reactie kun je nalezen op onze website. Een link staat in de beschrijving. Heb je nou tips over dit dossier? Stuur ons dan een mail of laat een reactie achter in de comments hieronder. En wil je meer van dit soort onderzoeksjournalistieke verhalen zien? Abonneer je dan op ons kanaal.